Gevelsteden voorbij zien komen, dat is de grootste groep. Maar daarnaast heb ik ook een hoofdstuk met tegeltabloos. Heel veel glas in lood. Ik kom zelf uit een glas in lood familie. Mijn opa was glazenier. Er is ook een plaatje in een boek opgenomen wat mij zeer dierbaar is. Dat is een glas in lood raampje wat bij mijn moeder thuis hangt. En dat is gemaakt door mijn opa. En ik heb nog heel veel andere mooie glas in lood afbeeldingen gevonden. Die staan allemaal in een apart hoofdstuk.